Het zijn vooral senioren die hier aan de Hongerlandse dijk in Spijkenisse zijn neergestreken. En er staat nog van alles te huren en te koop. De appartementen zijn vanaf het centrum goed bereikbaar met bus 81. Tot deze in december wordt opgeheven. Nou, schandalig. Waarom moeten wij altijd hier gediscrimineerd worden? Dat vind ik gewoon. Ja, absurd. Want het is, je bent hartstikke blij. We zijn allemaal wat ouder dat je hier op de bus kan stappen. Het verdwijnen van buslijn 81 komt ook voor het Connection personeel totaal onverwacht. Wij moesten het ook via de media vernemen. Ja, verder wat ons rest is maar afwachten om te kijken wat er dan gaat gebeuren. Want van onze eigen baas horen wij niks. Volgens Connection kunnen de ouderen in de nieuwe Spijkenisse wijk vanaf volgend jaar prima met de metro. Station Spijkenisse Centrum bevindt zich op 1,5 kilometer afstand. Dan ben je een half uur onderweg. Nee, dat is ook niet te doen. Heb ik wel vervoer op maat. Maar daar kan ik niet altijd voor op aan. Hè? Ook met een scootmobiel. Ja, als het mooi weer is, gaat dat goed. Maar slecht weer, dan gaan ze mensen ook niet. Het verdwijnen van de busverbinding is ook voor deze nog te openen tearoom slecht nieuws. Ik denk dat de aanloop sowieso wel goed zal lopen. Alleen met bus wel iets minder dan van ver weg dan. Zelfs ouderen ver buiten de wijk worden de dupe, zeggen mantelzorgers en de wijkverpleging. Ik rijd ook wel eens met van het begin tot eindpunt mee, tot aan de akkers. Want daar hebben cliënten zitten. En dat is voor mij heel prettig, heel makkelijk. Ik ben naar mijn moeder geweest van 97, die woont in Sterrenkwartier. En daar ben ik weer de waswezen halen. Dus daar ga ik niet mee lopen, helemaal van Sterrenkwartier af hier naartoe. De stadsregio Rotterdam kan besluiten om bus 81 op te heffen, nog terugdraaien. Maar Connection raadt dat af.